Coach Alex heeft de volgende twee heren hun gitaar afgepakt. Qua uitdaging kan dat tellen. Op links. Hij studeert psychologie en zong tot nu toe enkel op zijn kamer. Jente! Oh, is het zo knap? Op rechts. Hij zit op de Singer-Songwriter School in Liverpool. Louis! Ze brengen het nummer Home van Dotan. Uw applaus voor Louis en Jente. Run past these rivers, run past all these lights. Feel it crushing and burning to the alkalites. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. Louis is echt nog beter dan gewoon. As it all comes down again. As it all comes down again. As it all comes down again to the sound. Sound of the wind is whispering in your ears. Can you feel we're coming back? Through the wild, through the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind is whispering in your ears. Can you feel we're coming back? Through the wild, through the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. Hear the voices around us, hear them screaming now. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges in our town, oh, my, to just... the point where we Bye. Drown. As it all comes down again, as it all comes down again. As it all comes down again through the sound. The sound of the wind is whispering in your ears. Can you feel we're coming back? Through the warmth, through the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind is whispering in your ears. Can you feel we're coming back? Ja. Jente en Louis. Moest ik nu jullie coach zijn, ik zou daar met knikkende knieën zitten en denken, verdorie, wat heb ik gedaan? Dat is zo, ja. Natalia, wat vond jij van deze battle? Ja, wat een bangelijk nummer, hè. Oh, maar ik ben echt zo'n fan van dat nummer. Ik moet zeggen, jullie hebben jullie echt wel overeind gehouden. Louis, je bent nog een beetje onwennig in je houding en aan je hand in je zak. En omdat je zingen, dat doet met heel je lichaam. Nee. Ik vind dat wel vrij tof eigenlijk. Nee, nee. Ja, dat wist ik dat jij dat ging zeggen. Gewoon omdat je tegenover me stond. Als ik iemand moet kiezen... Pff, ja, Louis heeft misschien toch wel wat meer punch. Maar Jente, je stemgeluid hoor ik liever. Nee, ik kies voor Jente dan. Oké. Dankjewel. Ziet hem glunderen. Bart. Ja, ik... Louis was een vierdraaier, hè, bij de Blinds. En dat was onvoorstelbaar goed. Dat was dat nummer van B.S. Den. Jente was een eendraaier. Hè. Maar nu zijn jullie inderdaad naar elkaar toe geniveleerd. Dus het is nu moeilijk om uit te spreken. Maar ja, ik onthoud wel die briljante Blind van Louis. Dus dat hou ik ook in mijn hoofd. Koen. Ik zou willen zeggen tegen Louis dat als je verder gaat, Louis, je zal vaak met een gitaar, neem ik aan, dan op het podium komen te staan. Maar ik denk niet dat je ze nodig hebt om echt gaaf op het podium te staan. Je zal niet zo orthodox bewegen, waarschijnlijk, maar onorthodox
is keicool. En je was ermee bezig. En je bent een speciale gast. En je moet dat uitspelen. Oké. Okay. Oké. Okay. Alex. Eigenlijk vind ik dat je ze allebei dat fantastisch gedaan hebt. Ik vind trouwens Louis, ik vind dat tof met de hand in die zak. Zo. Dat maakt uren. Weet je? Ik zie in Louis zo, eigenlijk een jonge David Byrne zo, van de Talking Heads. Zo, naast het podium, vrij timide, een beetje in zijn eigen wereld. Maar je zet je op een podium en die bloeit open en die staat er gewoon zo. Ik denk dat hem Louis gaat kiezen en dat Jente gestolen wordt. Ja, maar sowieso. Wie dat er ook gekozen wordt, gaat iemand gestolen. Sowieso. Ik denk dat voor beiden effectief dat er ook echt nog veel groeipotentieel bij beiden is. Eigenlijk. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, Jente. Ongelooflijk straf gedaan. Echt, ik vind dat niet normaal eigenlijk. Als ik u de eerste keer zag en als ik u hier nu zie staan. Vooral, dat is gewoon... vooral hoe snel dat je dingen oppikt. Dat is eigenlijk van heel team misschien nog het extreemste. Ook zo, ja, zo, je doet dat met een hele goede. En je stelt zo de juiste vragen, veel vragen, maar dan doet het gewoon. Ja. Zoals dat je het moet doen. Blij dat ik jullie content heb kunnen stellen. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg, maar ik wil toch even duidelijk maken van ik vind dat ze alle twee moeten absoluut doorgaan met lives. Dus ik vind dat ze allebei gewoon stielmateriaal zijn. Dat ze mij echt wel het iets makkelijker maken. Okay. Maar goed, ik moet beslissen. Geef me dan nu de naam van diegene die voor jouw team alvast door mag naar de lives. Beide fantastische gasten. Beiden echt super getalenteerd. Maar ene mist net de juiste vijs. En ik vind dat kei belangrijk dat er moet een vijs ontbreken. En die ontbreekt bij Louis. Yes. Jij wint de battle, gaat door naar de live shows. Voor team Alex. Is dit niet gezond? Maar er is nog kans, hè? Het kan nog gestild worden. Ja, dames, heren, de andere coaches. Jullie hebben gehoord en gezien wat er hier net op het podium gebeurd is. Jullie hebben allemaal ook lovende commentaar gegeven over Jent. Jullie hebben ook gehoord wat Alex heeft gezegd, wat Billy heeft gezegd. Hij pikt enorm snel op. Jullie waren alle drie verbaasd dat jullie zelf niet gedrukt hadden tijdens de blind auditions. Dus jullie kunnen dit nu goed maken door Jente alsnog een plaatje in jullie team te gunnen. En hem te stelen en dat kan vanaf nu. Kom maar, dat zou echt. Oh my god! Jente, gefeliciteerd. Bart, die drukte zonder twijfelen. Nee, we hebben overlegd. En dit blijft een hele gevaarlijke nieuwe wending in het spel. Hè? Jenten is heel blij dat jij gereageerd hebt, Bart. Ja. Je moet iemand anders minder blij maken. Ja, en daar kijken wij echt niet naar uit. Want dat is de eerste keer dat we dat moeten doen. Hè? Want Kalina en Cézanne zitten nog in de Steel Studio. En één van die twee zal haar plaats moeten afstaan aan Jenten. Ik zeg dat echt niet graag. Maar we behouden Cézanne. Ja. En we nemen afscheid van Kalina. Ja. Oké. Okay. Heel jammer voor Kalina, maar Jente is des te blijer. Gefeliciteerd. Oh, I mean...